Wij zijn van de handhaving. Wat zijn jullie hier aan het doen? Hallo, hebben jullie een paspoort? Hebben jullie allemaal legitimatie bij jullie? Hebben jullie een paspoort? Nee. Oké, de boete. Jij bent een lul. Jij bent een lul. Geen gasten gaan je bom geven. Yay! Yay. Van Bernhardsen. Nou, wie zal we gaan winnen vandaag? Ga je het opereren? Ja, nee, klopt. Nee, ik denk aan de veiligheid. Oh, precies. Vandaag gaan wij natuurlijk onze dromen. Maar wat heb jij nou bij je? Zo kan het ook. Oh, jij gaat smeren. Oké, nou helemaal goed. Maar onze droom gaat vandaag wel, denk ik, uitkomen als geen gast zijn. En we gaan namelijk samenwerken met de handhaving, a.k.a. boetes uitschrijven. Ja, ik vind het heel spannend. Ik vind het eng. Ja, ik vind het ook een beetje eng. Er zijn natuurlijk wat nare berichten in de media geweest daarover. Klopt. IJmuiden, et cetera. Dus het werk gaat wellicht wel eens heel spannend worden vandaag. Ja, laten we eventjes kijken wie ons onder de hoede gaat nemen. Kijk eens even. Anderhalve meter. Ja, moet je niet dichterbij komen. Ja, nee, jij kwam dichterbij. Nee. Zag je hoe dat nu al gaat? Ja, ik zie dat. Ja, ja. Jongens, afstand. Oh, ja, afstand. Ja, zo. Nee, dat gaat nu al. Wil even kijken wie de scherm Anderhalve meter. Ik wil even kijken wie de scherm En nou achter. Nee, je hebt gelijk. Sorry, minder voor mij. Wat gaan we de eerste ronde doen? Wij gaan beginnen met parkeertoezicht, jongen. Ja, wij mochten geen outfitjes van de handhaving, want dan gaat het helemaal fout natuurlijk als je Niels een outfit geeft. Dus we hebben iets zelf meegenomen. Nou, laten we opgaan naar ronde 1. Ja. Jongens, jullie realiseren ja dat als jullie overtredingen maken, dat ik ook kunnen handhaven. Ja. Echt? Absoluut. Ja, maar dat zijn collega's. We pakken elkaar. We gaan niet, de collega's zo. Nee. Dus als we jou betrappen. Kom op, jullie moeten het goede voorbeeld geven. Dus als we jou betrappen, kunnen we jou ook een bol geven. Ja. Zo werkt dat niet. Zo werkt dat dan weer niet. Ja. Rondom ze heen heeft een mooie parkeerterrein. Ja. Vond auto's. Hoe willen jullie het aan vliegen, jongens? Gewoon schrijven, alleen maar bonnen schrijven. Zoveel mogelijk boetes uitdelen. Ja. En een seconde te laat is nog steeds te laat. Laten we beginnen met deze auto. Ik mag dan het bonnetje uitschrijven. Ga je gang. Wil je al beginnen met schrijven of zou ik het niet even checken of die maar betaald heeft? Oké, dan wil je dus met het kenteken doen dan? Ja. Ja. Ik zie hier dat er niet elektronisch betaald is. Yes! Ja, lekker dus voor je. Hem, je gaat eraan. Oh, wacht, daar zit natuurlijk een papiertje op. Oh. Jammer. Even kijken. Goed opgelet, jongen. Het staat erop. Half vier. Ah, kut. Het is 5/1. Wat is de datum die erop staat? De datum. 23/5. Ja, dat is vandaag. Dat is vandaag. Fuck, volgende. Jammer. Hier zit geen papiertje. Oké. Dus als hij niet elektronisch heeft betaald, nu wordt het spannend. Nu komt een spannend muziekje. Oké. Als hij niet elektronisch heeft betaald, hebben wij een boete die we mogen uitschrijven, jongen. Helder. Ik ga voor jullie controleren, jongen. Kom op, Roy. Kom op. Hij heeft geen geldig kaartje. Lekker voor je! Jij bent een lul. Geen gasten gaan je een bom geven. Wel heel lullig, iedereen heeft het super zwaar met corona. En zo zitten ze te juichen dat iemand een bom mogen geven. Nee, oké, sorry. En de grap is, als wij deze opname hadden gehad, was er waarschijnlijk niemand komen controleren. Nee. Dus door onze opname is die gewoon genaamd. Sorry. Maar we gaan hem toch echt uitprinten, jongen. Oh, wat zijn we nazi's? Oh, nu voel ik me wel een klein beetje schuldig, man. Ja. Hoe voel je nou? Hoe voel je nou? Ja, supergoed, man. Het is wel gewoon 66 euro. 60 euro? 66 euro. 66. Oprecht. Sorry, man. Toen we hier aankwamen, heb ik tegen Martijn gezegd, ik betaal wel even een parkeerbonnetje. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan, het is zijn auto. Dus we gaan nu even een boete op Martijn's auto uitschrijven. Rij! Kunnen we even naar deze auto hier kijken? Ja, nee, dat is mijn auto. Jouw auto? Volgens mij heb ik hierheen. Nee, wacht, ik weet wat dit... Volgens mij heb ik hierheen. Nee. Ik weet wat jij hebt gedaan. Volgens mij heb ik hierheen. Ik weet wat jij hebt gedaan. Jij hebt niet betaald teken. Afstand. Jij vieze. Volgens mij is dit er een, die Volkswagen. Wacht. Nee. Geen parkmobile. Afstand. Nee, hij heeft niks, toch? En? Hij heeft helemaal niks. Oké, schrijven. Schrijven, jongens. Schrijven. Maar hoe kan het dan zo zijn? Daar komt hij uit. Nee, maar kijk eens. Hij staat, 64,50. Hij staat nu aan. 64,50. Dit is goed gezien van mij. Niels. Dat is bonuspunten voor Niels. Niels. Dit is een misdrijf. En dat kunnen we handhaven. Deze meneer tegen mij gelogen. Verstand van de auto. Hij zegt tegen mij. Yo, ik regel het parkeergeld wel.
En ik krijg nu een boete. Het is jouw verantwoordelijkheid. Jij moet checken of ik inderdaad het parkeergeld heb betaald. Jij en als je dat niet doet, zorg, dan ga je voor de bel. Dat ik nu een boete heb van... 66. Ah ja, John de Mol betaald. Jij vieze vuile teringlaaier. Maar goed, wie is de winnaar van deze eerste ronde? Naar mijn mening ben jij de winnaar. Met als reden dat je een modus weet te vinden tussen menselijkheid en handhaving. Precies. Dat is belangrijk. Ja. Een modus tussen menselijkheid en ik ben de balans tussen menselijkheid en... Jij vindt wat hier gebeurt menselijk? Ja, ik vind deze auto hadden we niet kunnen sparen, want dat zou inconsequent beleid zijn. Laten we doorgaan naar de tweede ronde die ik waarschijnlijk ook ga winnen. Boys, ik heb hier een bandje. Ja? Ja. Dat gaan jullie alle twee inzetten als een ander handhavingsmiddel. Okay. Wij gaan eigenlijk naar een veldje toe waar heel veel gevoetbald wordt door jongeren. Ja. Dat zou dus hartstikke verkeerd kunnen zijn als het over corona gaat. Ja. En jullie gaan dan de personen tussenuit pakken die het wel goed doen. En daar ga je een bandje aan geven. We gaan van het ergste uit. We gaan dadelijk heen en we gaan ervan uit dat we moeten optreden en moeten handhaven. Daar kunnen ook bekeuringen aan te pas komen. Yes. We gaan die kant op. Let's go. Okay. We moeten uitgaan van het ergste. Ja, okay. Ja, meteen dus hard. Zit je goed in je hoofd? Zit je goed in je kop? Luister. Ja. Daarachter in de hoek. Ja, daar wordt gechilld. Dat zijn kids over 12. Ja. Ze komen terug bij elkaar. Jullie gaan het oplossen. Ja, oké, let's go. Helemaal achterin. Ja. Rennen. Wow. Erop. Ja, oké. Bekken. Ja, nee, ik zag jullie wel. Nee. Oké. Hou ze elkaar. Ik denk dat er de boodschap naar boven gebracht. Ik denk dat de boodschap niet helemaal zo goed gekomen. Ik wil eigenlijk al hier. Ik ben net wel een hek overgeklommen. Ja. Voor wat? Ja, voor wat echt. Hey, we hebben alles onder controle. Ik denk dat we weer gewoon terug de overgang gaan of zo, dat er weer ballen worden gestrapt. We gaan niet zo naar rechts. En dan, oké, luister, we gaan zo naar rechts en dan moeten we in de... Gameface? Ja, richting een pleintje. Gameface? En we moeten over het fietspad. Gameface, serieus. Dit is echt serieus? Nee, dit is Rai voor ons. Ja. En die belde me net dat we de zwaailicht even aan moeten doen. Ja. En dat we hem hier moeten volgen over het fietspad inderdaad. Oké. Dan volgen we hem door. Gaat, prima. Ik denk dat dit het pleintje is die hij wel bedoelde. Maar ja, maar dit zijn allemaal kinderen. Deze kinderen komen... Hallo, hebben jullie een paspoort? Hebben jullie allemaal legitimatie bij jullie? Hebben jullie een paspoort? Nee. Oké, de boete. Ja, dan krijgen jullie boete. Ja. Hey, yes. Jezus. Super triest. Je moet ons echt... Nee, je moet ons niet zo net... Geen autoriteit geven. Zijn nu al naar mijn bol. We hebben net knipperlichten aangedaan. We zijn net over het fietspad heen gereden. Waar ging dat over? Want ik heb dat beetje niet gehad. Niels, verklaar je nader. Nou, er zitten daar af en toe junkies. Van ja, het zijn gewoon kinderen van 18 die smoken en blowen. En die kunnen heel gevaarlijk zijn. Ze zijn potentieel Dus eigenlijk, er was een kans dat daar zo iets aan de hand zou zijn. Ja, had daar zomaar een kind met een mes kunnen rondlopen. Oké, ja, dat was serieus. Maar dat was niet het geval nu. Nee. Dus we gaan door naar een andere kinderspeelplaats. Oh, sorry. We gaan nu naar de ballenbak van Ikea. Dit is zo knullig, jongen. Wat zijn we hier nou aan het doen? We zijn letterlijk speeltuin aan het checken of kinderen wel veilig bezig zijn. Hoor je mij? Wij reden zojuist langs een groepering van denk zeker wel 7 à 8 mensen. Die zaten te chillen om hun auto heen. En ik weet niet... Die heb je niet gezien, hè? Dat dacht ik al. Dus ik denk dat we even terug moeten. Ja, absoluut. Ja, laten we terug. Ja. Oké. Dan kom ik jullie kant op. Helemaal goed. Doe je het zwaailicht aan. De backup is achter ons. Oké, dan gaan we. We moeten nu oppassen. Want nu komen we dichtbij. Ja. Hoe gaan we proberen? Hoe gaan we dit aanvliegen? Oké, laten we hem het woord doen. Oké, we gaan hier uit in ieder geval. We naderen nu de verdachte. Ja. Wanneer zijn ze fout? Als ze niet tot hetzelfde huishouden behoren. Als ze zich niet aan de 1,5 meter afstand houden. Precies. Dus we gaan dan gewoon even die vraag stellen. Goeiedag. Goeiedag. Ja. Goeiedag.
Wij zijn van de handhaving. Wat zijn jullie hier aan het doen? Dat is een rare vraag. Zitten. Borgen jullie allemaal tot hetzelfde huishouden? Deze kant wel en die kant ook. Oké. Dus we hebben te maken met twee huishoudens. Ja? Nu wordt het lastig. Nu moet ik ook even nadenken. En dit, dit is dan gewoon een soort meter. Battle eigenlijk. Dus de ene dus, kamp, andere kamp. Dit is een kamp. Het is wel samenscholing. En als je dus met één huishouden dat hebt, dan is het niet erg. Maar met twee huishoudens zijn we eigenlijk... Ik ben een hele klante man, hè, maar dan zijn we eigenlijk tegen de regels in aan het gaan. Eigenlijk is het illegaal, maar... Als jullie je een beetje hè, aan de regels blijven houden, die anderhalve meter, dan zie ik het door de spreekwoordelijke vingers. En daarom. Oh, dus, en daar kun je blauwe ogen op. Maar dit is wel grappig. Want als het om iemands auto gaat terwijl die persoon er niet bij is, dan ben je in één keer een Gustavo. En als het in één keer persoonlijk wordt, dan ben je in één keer Mr. Nice Guy. Nee, ik wil dingen op een normale manier oplossen. Nee, maar je bent achterbaks. Nee. Jij hebt gewoon twee gezichten. Nou, Ellie Lust, rustig aan. Nou, okay. Ik wil gaan lekker chillen met z'n allen. Anderhalve meter afstand. Joejoe. Wij druipen wel weer af. Ik ben in een belletje, samenscholing van ouderen. Ja, dat vind ik dat hoort er wel bij. Ik vind dit wel lastig, moet ik zeggen. Dat snap ik. Ik vind dit lastig. Ik vind het ook lastig, dat vinden we allemaal lastig. Maar we gaan ze geen bekeuring geven, toch? We gaan gewoon eventjes vertellen dat... Dat is aan jou. Ja, als je mij vraagt, ik denk dat het niet eerlijk zou zijn ten opzichte van de mensen die we eerder hebben aangesproken. Maar, als ik je een tip mag geven... Heel respectvol gaan we gewoon eventjes... Van, hou er rekening mee dat heel Nederland krom ligt om de maatregelen om hun te beschermen. Ja, dat is wel waar. Heren, wonen jullie allemaal in hetzelfde huis? Nee. Maar eigenlijk mag dit niet, hè, wat jullie nu aan het doen zijn. Het is een samenscholing van meer dan twee personen. Er zijn hartstikke veel mensen die vandaag lekker in het zonnetje willen zitten. Jongeren die samen willen komen. En zij en ik maken ons hart ervoor om die mensen uit elkaar te krijgen, zodat jullie beschermd worden. Ja, ja. Het voelt voor ons heel dubbel om aan jullie voorbij te rijden, maar hun halt te geven, bij wijze van spreken, op een bekeuring. U zegt, tabé? Ik ga er vandoor. Mijn vraag aan u allen is, zou u alsjeblieft op anderhalve meter van elkaar willen gaan staan? Zitten. Of zitten. Zitten. Een oud mannetje zie je dan moeite doen om überhaupt, ja dit is, maar hij heeft wel gelijk. Ik zou jullie eigenlijk een officiële waarschuwing of een bekeuring moeten geven hiervoor. Wil ik dat? Absoluut niet. Maar ik geef jullie bij deze wel een officiële waarschuwing. Dus als we elkaar opnieuw tegenkomen, dan zitten jullie uit elkaar. Dit gaat wel tegen ook allemaal, zodat ze zijn eigen sociale grenzen heen. Dat je... Dus het oude mannetje ze dus erop moet gaan wijzen, waar je eigenlijk heel beleefd tegen moet zijn dat ze fout bezig zijn. Dat is heel tegendraads. Jullie beoordeling? Ik vind dit super knap van jou. Absoluut. Ik vind het ook netjes dat je hebt besloten om geen bekeuring te geven en een stukje coulance te geven hier. Maar wel de afspraak hebt gemaakt van hey, dit is tot hoever het kan en niet verder. Hoor je dat, Niels? Ja, dit was natuurlijk alleen maar omdat het anders 2-0 voor mij zou zijn, dus ik heb jou even je dingen laten doen. Ja, dat weet ik. Nou, nu heb ik gewonnen. Oké. Dus jij bent... Ja, ik moest even schrikken in mijn rol. Dus jij bent de confrontatie uit de weg gaan om mij te laten winnen? Ja, tuurlijk. Ja, want anders kunnen we die eindronde niet spelen, dat willen we ook doen. Wat is de eindronde? Laten we door naar de eindronde. Ja. De eindronde, jongens, is een melding. Die komt een paar straten verderop, van hier. Oké. Okay. Dat is een anonieme melding. Ja. En mensen hebben last van auto's die dusdanig geparkeerd staan, dat er auto's die willen vertrekken niet meer weg zouden kunnen. Het is aan jullie om de situatie op te lossen. Er schijnen hier dus mensen een auto te hebben neergezet die geen vergunning hebben. En dat kan niet. En die hinderen andere mensen. Dit is de Schippersdam. En het gaat... Om deze twee auto's. Dat zou kunnen. Als ik de situatie zo eventjes bekijk, dan denk ik dat dit twee auto's zijn. En het ging over twee auto's. Dit is een groepering van twee auto's. Dit is een vergunning. Het is ook een keer vergunning tot 21. Maar ik vraag me gewoon erg af, mag je hier wel parkeren? Want dit is volgens mij gewoon een voetpad. Je mag hier parkeren, mits er aan het begin van de Staatsstraat dat er een parkeerverbod is. Even checken of iedereen hier een vergunning heeft. Maar deze heb ik al gecheckt, hè?
Deze schelden heb ik net ook gecheckt. Even de datum ook checken. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ook even de kenteken, dat is ook belangrijk. Zij mogen hier staan. De stoppen gecheckt, maar zij mogen deze mogen hier staan. Dit is, hier heb je geen vergunning voor nodig. Helemaal goed. Oh, twee invalide plekken. Ging het daar niet om? Nee, maar kijk hier. Dat kenteken hoort. Klopt. Ja. Gelijk al gezien. Ik denk dat het een mysterie over de twee illegaal geparkeerde auto's onopgelost blijft. Ik stond hier vanochtend met twee beunhazen. En ik sta er nog steeds met twee beunhazen. Niks geleerd dus. Maar één beunhaas is toch wel beter dan de andere beunhaas. Dat is vandaag gebleken. Kijk even door mijn eigen bril. Ja. Dat wordt Niels. Maar vond je dit nou een leuke aflevering? Dat was de laatste aflevering. Dus ja, wil je nog een seizoen 2? Laat even weten in de comments. Maar dan doen we het niet met corona. Maar dan doen we het gewoon in andere beroepen.